ontstaat dus mogelijk die ondermijnende activiteit. Daarom denken we zelf, ja. Iemand nog vragen? Ja. Dat kan echt in de pauze ook nog. Maar dat je het ook niet mag gebruiken voor controledoeleinden als het puur, als je toestemming geeft. En de bedrijfsvoering bij je pet wonen. Dus nou, en dat is ook de pet waarop wij deze presentatie hebben voorbereid. Hoe hebben we dat met ons RPC afgesproken? En ik heb ook een aantal praktische handvaten voor de andere vandaag. Kort iets over vecht naar wonen. Relaties hebben gelukkig wat mogelijkheden om afhankelijk van je situatie daarop in te geven. En volgens mij wordt daar ook landelijk veel gebruik van gemaakt. Ik denk als ik jullie allemaal zo zou bevragen, dat jullie allemaal op andere manieren de controle binnen je organisatie ingericht hebben. Dus wanneer zak je door het ijs? En dan heb je natuurlijk een soort ratio van zit je daarboven of zit je daaronder. En om ook vanuit die rol zeg maar, daar eens ook nou ja, op te reflecteren en te kijken. En toen ik het ging voorbereiden dacht ik, jeetje, dit is best wel lastig. Dank allemaal voor de komst. En zelf nog.